Een 20 ponder in januari. Mm-hmm. Maar dan tellen ze dubbel, dus eigenlijk een 40 ponder. Hè? Mm-hmm. We gaan weer film maken. Hey. Vlogger Sjors. Ja. En hij is een knol. Ja, hij is een knol. Hij is een knol. Poer. Hey, goedemorgen Sjors. Hey. Sjorsje, mm-hmm. Het is nog heel vroeg. Ja. En dat kan maar één ding betekenen, hè? Mm-hmm. Hier is een microfoontje voor jou. We gaan weer film maken. Hey. En met wie gaan we vissen deze keer? Mark Hoedemakers. In? België. We gaan helemaal naar België. Yes, we hebben er zin in. België. Wordt een hele bijzondere sessie. We gaan naar een heel bijzonder water. Maar daar komen we later op terug. Hey, ja. Ja? Sjors, mm-hmm. Is dit jouw huisje? Ja. Ja? Kom, laat maar eens even zien dan. Ja. Hallo. Goedemorgen. Wij gaan vissen. Ja. Ik hoop dat ik dit wil. Was je op film? Kijk hier wel. Tuurlijk. Ja, ik weet het. Gaan we film maken, hè? Dus Sjors. Mm-hmm. Dus dit is nou thuis in Oers. Ja. Ja? Ja. En hier woon jij? Ja. En dan elke dag werken en in het weekend vissen! Hey. Nou kom, gaan we snel. Zeg maar doei! Ja! Tot zo! Sjors, ik zie dat je je vistas weer bij hebt. Ja! Is dat jouw vistas? Ja! Wat zit er allemaal in? Even mij! Eten? De vitamin 3. Oh, die heb ik al bij. Wat heb je allemaal meegenomen, Sjors? Ik heb een nieuwe laarzen. Nieuwe laarzen? Ja. Wow, snowboots. Ja. Dat zijn mooie. Ja. Dan zul je geen koude voeten krijgen. Nee. Nou kom, gaan we snel vissen. Ja. Dan ben je toch geknapperd. Mm-hmm. Daar gaat hij, jongen. Ja. Lekker. Vissen. Auto. Mm-hmm. Starten. En dan gaan we naar België rijden. België! Het is een uurtje rijden waar we naartoe gaan. Mm-hmm. En echt waar, jongens. We hebben iets heel bijzonders om te laten zien in deze video. Samen met Mark Hoedemakers. Mm-hmm. Lekker bakje koffie. Hey, een kopje koffie. Mm. Ja, lekker. Sjors is filmmaker. Kun je goed filmen? Ja. Ja? Vind je leuk, hè? We zijn er, Sjors. Ja. Even de slagboom open doen. Dan gaan we Mark opzoeken. Ja. Ik heb er zin in, Sjors. Ja. Jij ook? Ja, ik ook. Dat wordt gezellig. Ja. En Mark zou zorgen voor de biertjes. Juist. Lekker. We zijn er. Alles goed. Alles goed, daar zijn we weer. Ja. Onze Belgische makker. Ja. Gaan we het leeg rossen? Mm-hmm. Het wordt moeilijk. Ik heb helaas geblankt vannacht. Nou, Sjors, wij zijn de experts op het gebied van wintervissen. Houden jullie er ook rekening mee dat de luchtdruk nu gaat zakken en dat, het wel beter wordt? Ja. Meteen smoesjes verzinnen, hè? Typisch Belgisch. Ja, zo gaat het. Sjors, normaal doen we altijd een challenge, hè? Ja. Maar ik denk dat we dat vandaag niet gaan doen, want anders gaat Mark morgen verdrietig naar huis. Ja. Nee. Zullen we wel een challenge doen dat jij een snoek moet vangen? Ja. Dat vind ik een goede challenge. Dat vind ik een hele goede challenge. Dan gaan Mark en ik samen voor de karper. Ja. En jij moet een metersnoek vangen. Ja, ook. Jouw grootste snoek ooit is 90 centimeter en die was vorige keer met Mark, hè? Dat was hier. Ja, dat is hier. Zullen we vandaag een nog grotere snoek vangen? Ja. Toen is jouw broer huilend en bloedend naar huis gegaan. Ja, ik had een snoektandje in mijn duim zitten. Ja. Hè? Ja, maar Mark en ik hebben al vaker samen gevist. Maar daar gaan we later op terugkomen, hè? Mooie avonturen beleven. Nou, gaan we snel de spullen eruit pakken, de boot op het water gooien en met de dieptemeter kijken of we vissen kunnen vinden. Ja, want in de winter draait alles om locatie. Goede locatie? Ja. Mooi zo. Hey Sjors, ben jij de auto al aan het uitpakken? Zo, hey, wat heb jij allemaal bij? Die auto zit helemaal vol. Ja, ook. Oh, het lijkt alsof ik een vrouw bij heb. Met Canyon zit de auto ook altijd helemaal vol. Dat geeft niks, hè? Nee. Gaan we lekker vissen? Ja. Vissen zoeken? Ja, ook. En Mark en ik hebben net bedacht, Sjors, dat als we hier op het hele grote water geen vissen kunnen vinden, dan hebben we nog een goede backup stack. Ja. Op een ander watertje ligt hier heel vlakbij, dat is een stuk kleiner, maar zit er ook wel
iets kleinere vissen. Maar ja, goed, voor Belgische begrippen zit ook nog gewoon een 20 kilo vis, heb ik begrepen. Meerdere. Mm-hmm. Meerdere zelfs. Mm-hmm. Oh, dat zou mooi zijn, Charles. Ja. Nou. Maar dan moet jij wel, als we het dan toch gaan verkassen, moet jij die boot even helemaal tot daar sleuren. Die boot op je schouders pakken. Dat ik hem niet moet aflaten. Nou, we gaan kijken of we ze kunnen vinden. En anders hebben we altijd nog een backup. Ja. Ik moet even iets pakken. Hé, het is warm, hè? Hé, Brugje. Voor de tijd van het jaar is ben je aan het filmen? Ja. Oh, boefje. Zo, doet hij dat gewoon even. Dat is fijn, zo'n lichtgewicht bootje. De XLT-serie van Raptor, echt super. Normaal kun je ze alleen niet tillen, maar deze die stelt echt niks voor. Timelapse opzetten en dan gaan we varen. Ja, ja. Je kunt wel zien dat het bootje goed gebruikt wordt, hè? Er zit een beetje modder op. Geeft niks, hè? Dat is een goed bootje. Ja. We waren de boot nu aan het oppompen. Trek Mark zijn stok krom. Dus hij gaat meteen de boot in. Ik was eigenlijk net te laat met de camera. Zo bizar, we zijn 5 minuten hier. Yes! Succes! Kijk Jos, ik heb de snoekhengels en voor jou een reddingsvest. Ja. Zo, Josje. Nou zul je niet meer verdrinken, hè? Nee. Maar jij kan heel goed zwemmen, toch? Ja. Hoeveel zwemdiploma's heb jij? Veel. Hoeveel? Superveel. Superveel. Nou, mooi zo. Snoekhengeltjes mee. Dan gaan we vissen zoeken. Ja. En Mark is nog steeds op het water. Zal hij aan het rillen zijn? Rillen. Ja. Januari morgen is een dag zonder zorgen. Dat meen je niet. Kom Mark nou terug met elkaar. Mooi. Jos, ik denk dat wij geluk komen brengen. Ik denk het ook. Mark heeft een karper in het net. Ik heb een karper in het net. Niet normaal. Jos, het lijkt er. Het lijkt erop dat wij nou tips krijgen van Mark. Ja. Nee, dat zijn geen tips. Jullie vissen heel graag met die shot onderhoeks, had ik al even door. Zeker. Ja, dat heb ik dus hier niet aan. Maar hij zit in het net, dus helemaal maar prima. Maar hij zit in het net. Prima, mooi zo. Dat is het belangrijkste. Eerste vis van het jaar? Nee. De eerste vis van het jaar. Kun jij de vis vasthouden, Jos? Even vasthouden. Ik ben zo druk. Ga Mark zijn waadpak aan doen, anders krijgt hij een natte broek. Ja, leuk. Dat is niet zo fijn in de winter, hè? Ja, leuk. Ja, dit is even lekker, jongens. We zijn echt, ik denk dat we nu een half uurtje hier zijn. Spulletjes liggen klaar om op het water te gaan, maar Mark die vangt er gewoon alleen. Ja. Ja, super. Op zo'n groot water. Er zit wel een behoorlijk bestand aan vis op, maar dat wil echt niet zeggen dat het makkelijk is. Oh, dit is wel een hele goede start. Leuk. Gaan we even kijken naar de vis. Het is een hele mooie schubkar. Komt ie aan, onze Waymaster. 10 kilo 3. Mooie 20 ponder. De bek. 78. 78. En dat is om de groei bij te houden, Mark, van de vissen. Dat is om de groei bij te houden. En nu gaan we zo meteen even uitlezen. Dan weten we wie het is. En zetten we meteen gewicht en lengte in de database. Mooi begin. En als we nu nog een dat is zeker een mooi begin. Camera staat aan. Als we een beer kunnen vangen, dan is het helemaal af. Moet eens kijken, Jos. We zijn net hier en nu al zo'n mooie vis. Ja. Een mooie schubkaper. Ja, ook. Een 20 ponder in januari. Maar dan tellen ze dubbel, dus eigenlijk een 40 ponder, hè? Ja, jullie zijn van Brabant. Jullie ronden altijd af naar boven, hè? Ja. Mooi. We gaan deze snel weer terugzetten en dan gaan we in de boot. Ja, als een leuke onderbreking. De snoek vangen! Wij gaan een snoek vangen. Hoppa! Heel mooi, maat. Prachtig. Mooi, man. Back he goes. Koud, hè? Van de nul. Oké, Sjors. De GoPro staat op. Dan gaan we in de boot vissen zoeken en snoeken. Lekker snoeken, man.
Snelle update, we zijn even naar de kant gegaan omdat we zeiknat werden van al het opspattend water. Hé, Jos? Ja. Dus we gaan even het waterpak aandoen. Natuurlijk reddingsvest eroverheen, want anders worden we zeiknat. En dan krijgen we het nooit meer warm. Het is relatief warm voor de tijd van het jaar. 8 graden vandaag. Maar als je nat bent, ijskoud. Oké, Josje. Worstenbroodje? Brabantse worstenbroodjes. Hier. Ik Brabant trouwens feliciteren met waarschijnlijk de carnavalshit van het jaar. Oh ja, is dat zo? Ons moeder zei nog. Ja? Gaan we dadelijk even opzetten voor Sjors, dat vinden we mooi. Geweldig lied. Mark is groot fan van carnaval. Doe dat nou niet. Maar Sjors is ook groot van carnaval, hè? Ja. Zo, daar zitten we weer, Sjors. Ja. Kom, gaan we nog weer snoeken? Ja. Want de vorige keer had jij een hele grote snoek gevangen, hè? Ja. Kijk, Sjors. Hier liggen een paar takken op de dieptemeter, zie je? We gaan over een boom heen. Daar liggen de snoeken tussen, jongen. Denk ik. Hoop ik. Misschien. Misschien ook niet. Waar we nu liggen, daar heb ik de foto gemaakt van de cover van het boek van Heilakker. Oh. Dat gaan we dadelijk eens even laten zien. Ja. Als het goed is, heeft Mark het bij. Ik denk het ook. Mooie vis. Hoppa, oh! Dat doet pijn. Niks aan de hand. Hoppa! En we zwemmen. Yes! Daar is die weg. Niks aan de hand. Even opwarmen, Mark. Even opwarmen, het is fris. Het is fris, ja. Het waait heel hard. Maar het is wel visweer. Het is visweer. Is het visweer? Ja. We hebben al een snoek gevangen. Ja. En nu nog een? Volgende snoek. Volgende snoek of een karper. Josje Quinte. Jongen. Danny. Theo. Allemaal zijn ze er. Ja, hè. Oeh, lekker windje. Ik denk dat we te veel wind hebben, Jos. Laat even achter die bus staan, kom. Ja, Sjors, een lekker pizza gegeten, maar nu gaan we terug naar de stek, want we moeten nog vissen zoeken, nog een snoek vangen en dan de lijnen uitvaren voor vannacht. Het is inmiddels al in de middag, 2:30 denk ik. Ja, dus nog 2 uurtjes en dan wordt het alweer donker. Dat zijn korte dagen in de winter. Ja? Ja. Nou, het was leuk, was gezellig. Theo en Danny die waren ook nog eventjes in de kantine. Dus gezellig. Zij hebben een biertje gedronken en wij ook al lekker. Ja. Wij zijn verstandige Nederlanders. Ja. Hey, Jos. Jij staat ook in het boek. Ja, ik. 2 keer. Het is fris, jongens. We hebben met de GoPro nog gefilmd dat we in de boot gesnoekt hebben. Eén snoek gevangen. Nee, meer. Bij de kantine. En wat kwamen wij tegen bij de kantine? Eerst wie kwamen we tegen? Theo en Danny. En Theo en Danny die zijn hier ook vaak te vinden, hè? Die zijn hier heel vaak te vinden. Bijna dagelijks. En Theo is jouw maat van het boek. Theo is mijn maat. Hij is dan wel 20 jaar ouder, maar dat wil helemaal niks zeggen. Jullie is een van mijn beste vrienden. Jullie zien hoe dik dit boek is. Mark en Theo hebben samen een boek geschreven en dat gaat over dit water. Ja. En het is inderdaad een beetje uit de hand gelopen qua dikte. Maar goed, als je bezig bent, dan komt het.
Ja, mooi zeg. Ja. Jij schrijft sowieso al heel veel. Maar hoe ben je op het idee gekomen om een boek te gaan schrijven over een water? Want ik denk niet dat dat al eerder gebeurd is. Het is voor de Benelux is het denk ik uniek. Tenminste, je had dan wel het Hoefijzer van Tony Buys. Ja. Maar dat was dan toch iets anders qua opzet en iets anders qua dikte. Nee, hoe komt zoiets? Een aantal voorzetjes van Danny, die ik dan weigerde in het doel te koppen. Maar dan ja, afgelopen jaar met die lockdowns, tijd te over. En dan de juiste voorzet, de juiste mensen in die ploeg. Ja. En op een zwak moment zei ik dan, oké, dan maken we een boek. Dat was net voor nieuwjaar. En op 2 januari zijn we eraan begonnen. En toen zijn Sjors en ik nog komen vissen hier om foto's te maken. Ja. En zo is ook de cover ontstaan. Want de cover, dat is een foto van mijn hand. Hey, vet hè? Dat is een... natuurlijk is het makkelijk omdat het ons eigen boek is. Maar ik vind het een van de vetste covers ooit verschenen op een kartonboek. Nou, dat vind ik mooi om te horen. Ja. Ik ben sowieso trots dat ik een stukje fotografie heb mogen aanleveren voor het boek. Maar wat het meest indrukwekkend is in dit boek zijn de vissen die erin staan. Ik denk dat Herlakker, de surf, misschien wel een van de meest unieke Belgische bestanden heeft voortgebracht ooit. Inclusief de grootste schubkarper van de Benelux. Destijds wel. Ondertussen is die voorbijgestoken door Jumper van Kelchtroef. Ja, maar ja goed, maar als Bison nog geleefd had, dan... Dan had hij die kroon waarschijnlijk een beetje gewisseld met Jumper. Maar alleszins staat er heel veel in over vissen van vroeger en vissen van nu. Het water heeft zoals zoveel wateren in de Benelux ook wel eens klappen gehad. Met voorjaarsvirussen, met ziektes. Maar uiteindelijk was het Theo zijn bedoeling. We zijn begonnen, we gaan door. En dan kom je dat ook alweer te boven. En dat blijkt nu de laatste jaren weer. We hebben een prachtige populatie vissen. Maar ja, dat goed. Dat heb je helemaal zelf aan jezelf te danken. Want jullie hebben zoveel tijd en moeite ingestoken. Sjors, jij hebt nog mee de visjes gevoerd. De jonge karpertjes, hè? Oh, en die staat in de boek, hè? Staat er ook in. Dat is een mooie foto. Die foto hebben we straks nog gezien. 2 pagina's groot staat Sjors in het boek. Ja. Nou zeg, volgens mij word je nog ooit beroemd. Hier komt hij. Hier komt hij. Ja, leuk. Mooi hè? Sjors, staat hij samen met Theo de vissen te voeren? Ja. Hé Sjors, wat ben jij wist te doen? Met een keer. Vissen voeren? Juist. Met ome Theo? Ja. Met ome Theo. Aan het quarantainenet. Dat is ook iets bijzonders. Er staat eigenlijk helemaal van naaldje tot draadje in uitgelegd hoe wij aan waterbeheer doen, hoe wij aan oeverbeheer doen, hoe wij aan visstandbeheer doen. Met uitzettingen van eigen broed, met uitzettingen van vissen die ook van kwekers komen, maar die eerst dan in een quarantainewater belanden. Dus er zijn 2 sporen qua visstandbeheer. Spoor 1 is echt eigen kweek, van bevrucht eitje tot uitzetrijp. En spoor 2 is dan via andere wegen dat er vis wordt aangekocht, die wat dan eerst in quarantaine gaat en die wat zo stelselmatig dan via tussenstationnetjes hier op het water komt. En zo hebben jullie een heel evenwichtig bestand met fantastisch mooie vissen. Daar hebben we vanmorgen eentje van gezien, hè Jos? Ja. Mooie schubkarpel die nog heel lang door kan groeien. Ja. En ik denk dat wij hier zeker ook nog een keer terug gaan komen, Jos. Ik denk dat. Gezellig met Mark gaan vissen. Ja. Ja, ja want de worstenbroodjes zijn altijd heel erg lekker. Ja, we hebben al een lekker worstenbroodje gehad. Ja. Yes, wij gaan toch vanavond weer terug naar huis te rijden. We hebben geprobeerd om de vissen te vinden, maar we hebben niks kunnen vinden. Het is ook een groot water en het waait vandaag zo hard dat het bijna niet mogelijk is om die vissen te vinden. Ik denk dat ze ook weer iets te actief zijn geworden. Het is wel eind januari, maar die wind en die warme temperatuur, want het is nu 8 graden, wat eigenlijk behoorlijk warm is. Mm-hmm. Alsnog met de wind voelt het heel koud aan. Dus Sjors, wij gaan vanavond gewoon lekker weer naar huis rijden. Ja. Dat scheelt ons weer tent opzetten. Ja. En er komt slecht weer aan. Dus hebben we geluk. Ja. Mark blijft wel zitten. Dus ik ga opnieuw oldschool. We hebben ze misschien niet gevonden, maar ik ga oldschool. Ga ik de juiste plekjes proberen te bevissen. Ja, het is je vannacht ook gelukt. En dan vanmorgen hopen dat het ook succesvol is. Ja, het is je vanmorgen al gelukt. Dus als jij morgen vroeg weer een 40er, als er dan een 40er in de net hebt zitten, dan komen we nog wat dan maken. Dan meld ik me wel even. Ja, dat is goed. Okay, nou, mooi zo. Hey, jongens, we gaan nog eventjes een biertje drinken. Ja. Gezellig. En volgens mij had jij nog hamburgers bij, hè? Ja. Zullen we die ook nog bakken? Ja. Altijd komt alles weer goed. Super. Hamburgers. Wat ben jij nou aan het doen? GoProotje. GoProotje. Ben jij een vlogger? Ja. Vlogger Sjors. Ja. Enzo Knol. Ben jij Enzo Knol?
Hij is een knoopoer. En wat moeten de mensen doen bij de video's van Sjors? Blijven liken. Blijven liken en abonneren. Ja. En op belletje klikken. Ja, ook. Ook. Zodat wij heel veel video's kunnen maken, hè? Ja. Dat is leuk. Ja. En misschien moeten we nog maar een keertje naar... Waar gaan we naartoe? Naar Frankrijk? Ja. Waar in Frankrijk? Zuid-Frankrijk. Ja, daar gaan we vissen, hè? Ja. Ja, Sjors. Er liggen alle spullen naast de auto. Ja. Want we hadden de spullen meegenomen dat we de nacht zouden blijven als we een hele groep vissen zouden vinden op de dieptemeter. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Dus wij gaan weer terug naar huis, want ik heb nog heel veel video's om te monteren. Ja. En jij hebt ook een leuke activiteit met jouw vrienden van Thuis en Oers, toch? Ja, ook. Ja? Ja. Nou, mooi zo. Dan gaan wij gewoon weer lekker naar huis zo meteen. Nog eventjes met Mark zitten, gezellig. Ja. Met hamburgers! En we moeten nog hamburgers bakken, want het is geen vissessie zonder hamburgers, hè? Nee. Nou, vond je het leuk? Ja. Supergezellig, hè? Sjorsje, wat zit daar in de actiontas? Een burger! Een lekkere hamburger. Ja. Nou, die zullen we eens gaan pakken. Ja. Lekker, hè? Ja, lekker. Liet je nou een boer? Ja. Zit ik even te zuipen hier? Ja. Zuipert? Hey, dit was weer een vlog met Sjors. Ja. Dit keer de challenge niet gehaald, want we moesten een metersnoek vangen. Ja. Maar de dag is nog niet om, hè? Nee. Het kan nog. Ja. We gaan snel nog even pakken gooien. Ja. Ja? Ja. Nou jongens, dan zien we jullie hopelijk bij de volgende snoek. Ja. En anders bij de volgende video.